Dit is de Plus Speklappen Review. Ik had er eerder ook al een gegeten, maar niet gereviewd. Deze ga ik wel reviewen. Dus vandaar even voor de titel van deze video meervoud. Plus Speklappen. Dus ik ga er een hap van nemen. Zo ziet hij eruit. Hij is goed gelukt, vind ik zelf. Goed bruin gemaakt en er zit een zwoert aan. Ik dacht dat zou je eigenlijk niet kunnen eten. Dat ga ik ook niet eten, maar vooral de malsige binnenkant. Ik ga de eerste hap nemen. Ik ga ervoor wel snijden. Dus ik leg mijn telefoon weer even weg. Net als de andere review. Het smaakt echt super lekker. Ik geef hem een 9. De Plus Speklappen met boerentrots is in de aanbieding vandaag. Het kost je per 125 gram 1 euro. Dit was bijna 400 gram. Dus het kostte ongeveer 3 euro. Ja, 10 naar mijn hoofd. Maar in ieder geval, hij is heel erg lekker in elk geval. En ik raad deze zeker aan. Dit was de review over de Plus Speklappen. Deze was ook erg lekker. En deze komt direct na de Bekkers Frikandel Review online. Dit was de review over de Plus Speklappen. Tot de volgende review.